De familie is op Aida na compleet. En dus is dit een mooi moment om aan de kleintjes te vertellen wat er vanavond op het programma staat. Wat doen wij wel eens één keer of twee keer per jaar met onze matrassen? Ik weet het, beneden slapen. Ja, en zullen we dat gewoon vandaag? Lijkt je dat leuk? Ja! 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 Zullen we dat vandaag weer doen? Ja! Ja! Want het is al heel lang geleden, hè, dat we dat gedaan hebben. Vader, mogen we misschien dan ook super laat opblijven? Ja! Ik denk dat het wel heel laat wordt. En dan moeten we alles verbouwen, hè? Waar gaat de tafel naartoe? De speelkamer! Naar de speelkamer. Ik vind het leuk. Ik had het eigenlijk al een klein beetje verwacht. Want het was best lang geleden toen we het weer deden. En lekker chips eten gaan we doen. Hoewel het een enorme onderneming is voor één nachtje pret, heeft hij het er graag voor over. Nee, niet tellen. Gewoon zachtjes schuiven. Dat is top zo. Je kijken de kinderen altijd naar uit. Je, ja. Dan maar werk. Kost 0 euro. Ze hebben het plezier. Over 10 jaar hebben ze het er nog over. Dit is voor hun echt vakantiegevoel. Beneden slapen, kamperen, bij de ouders, spelletjes doen. Ze hebben echt even 1-op-1 aandacht. Ze kruipen even bij je, ze kruipen even tussen je in. Ja, voor nada, voor niks. En dat is een mooie bijkomstigheid. Want op vakantie met 9 kinderen is niet vanzelfsprekend voor de Jelies. Helemaal niet nu alles zo duur geworden is. Als wij naar een vakantie toewerken, dan probeer je geld apart te leggen. Maar waar je vroeger... Boodschappen, je benzine, ja, je diesel, het is over. Voor 200 euro voor een kar is nou 200 euro. Of 200 gulden voor een kar is nou 200 euro. Maar de loon is niet verdubbeld, hoor, echt niet. Nee. Dan maar wat vaker binnenshuis op vakantie. Daar doen de Jelies niet moeilijk over. Bovendien kleven er ook voordelen aan. Nou, alles aan de andere kant is, is makkelijk te zuigen natuurlijk. Ik denk dat Janneke misschien ook nog wel even direct een dweil er doorheen haalt. Plak je 2 vliegen in 1 klap, hè? En 2 zielen, 1 gedachte, want Janneke is het helemaal met Johan eens. Het is een mooie gelegenheid om direct te dweilen en lekker te zuigen even onder de bank. Kijken wat er allemaal weer onder ligt. Zachtjes aan, tegelijk. 1, 2. Oh, jullie gaan snel. Ho, 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 ho. En nu wordt het spannend voor een Urker moeder en huisvrouw die een knap huis hoog in het vaandel heeft staan. Janneke? Ja. Oh. Nee. Kijk, daarom moet dit dus 1 keer per jaar of zo. Hier, 2 keer per jaar. Kijk dan. Een lange vinger. Een stukje hamburger. Ja, maar jullie ruimen niet op. Pak even die zuiger. Ga jij maar naar beneden. Ga jij maar naar beneden. Okay. Dit zijn dekens, die horen hier ook schijnbaar. Hoppakee. Opa. In Dollebeek, bij de Jelies, is de vloer inmiddels brandschoon. Dus kom maar door met die matrassen. Nou, volgende... Oh, hebben jullie dit zelf gedaan? De andere kant dan. De andere kant dan. Mag ik maar naar beneden? De andere kant, ik ga erin. Trek achter je aan. Het is superleuk dat we nu hier zo met al die bedden mogen naast elkaar. Mag ik eindelijk... Wat zullen jullie moe zijn straks? Mag ik eindelijk... Dit kost al zoveel energie, hè? Fantastisch. De volksverhuizing is bijna volbracht. Janneke maakt even de balans op. Je hebt Jenny daar, Albertine. Carolien, wat is jouw bed? Jana, wat is jouw bed? Dit. Die is Jana. Harry, wat is jouw bed? Die. Jantine, Eveline, Aida. De plekken zijn verdeeld. Het slaapfeest kan van start. Maar bij Johan lijkt na al dat gesjouw de koek al op. Je vader is moe. Gelukkig zorgen de oudste dochters ervoor dat Johan snel weer op scherp staat. Ze komen net terug van de snackbar en het ziet ernaar uit dat ze niet de juiste bestelling hebben meegenomen. Om een smeerboel te voorkomen had Johan namelijk gevraagd om verpakte ijsjes en geen softijs. Die ijsjes zijn half gevonden. Dat dacht ik al wel. Jongen. Nou, allemaal op de plevuizen zitten, maar niet op het matras. Nee. Op de plevuizen. Oh, heden. Ja. Oh, heden. Zitten op je gat. Op je gat zitten. Op je gat gewoon zitten op je gat. Eet op je ijsje. Eet op je ijsje. Op de plevuizen.
Kom op. Zo, boven je dinges. Lekker smurfijs. Jongens, bij de randjes likken. Nou ja, maar niet uit. Bij, hier, kijk, zij zit al onder het ijs. Wat zei ik hier? Ik geef er niet om. Dus ja, als het op de bedden komt, dan wassen we het morgen weer ik uit. Ik geef er wel om. Oh. Ga zitten, benen zo. Ga, nee, dan lekker nee, ijsje hier op het plafondje zitten. Je moet bij de randjes slikken. Hey, ik wou dat je anders ook zo was. Nee, maar dit is echt... Je hebt nou met bedden goed te maken. Is het lekker, Beline? Ja? Je bent klein, hè? Zit ik erop? Ja. Ja. Nee. Ruikt het? Ja. Ja, het ruikt. Super vies, ruikt het. Heel vies. Ja, 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 doe die, doe die. Kan echt niet. Na de spelletjes staat er een andere activiteit op de planning. En daar zit enige tactiek achter van Janneke. Ze kunnen nu lekker dansen en dan worden ze lekker moe straks. En dan straks een filmpje aan, licht uit. En vallen ze hopelijk wat eerder in slaap. Ondanks dat Johan flink afgepeigerd is, kan hij het niet laten om ook een dansje te doen. En kijk hem toch eens gaan op die beat. Dat is een move, zijn een beetje houterig, een beetje stijf of zo. Hij probeert het. Lekker bonbonke. Dat toch? Nog flexibel in de heupen? Nee, ik niet. Ik kan niet dansen. Jawel, je bent nog flexibel. Nee. Laat mij maar toekijken. Hij is niet goed, zeg maar. 3, 2, 1. Oh. Snoep en chocola, ja. Het is straks nog even tanden poetsen en dan gaan ze lekker slapen. Oh, oh, recht, oh. Ze willen dit toch. Dat hadden we beloofd en wat je belooft moet ik nakomen. Ik heb bij hun nooit gemerkt dat ze actiever worden of wilder. Nee, absoluut niet. Oh, jij doet van alles wat? Ja. Mag, Aiden, mag ik ook zo'n 1? Ik denk dat ze na deze film dan wordt echt wel afgesloten, hoor. Dan gaan de lichten uit gaan en dan gaan die kleintjes vallen dan wel eens slapen. Johan kan dan ook zijn ogen dicht doen, net als de kleintjes. En dan gaan we de grote nog even. Terwijl de film nog maar net begonnen is, is de eerste Jedi's al gesneuveld in de strijd om het laat opblijven. Biline is knock-out. En de rest geniet voorlopig nog fijn van het samen zijn.